Deze video maak ik speciaal voor Koen Weiland. In deze video gaan we de nieuwe Icon Swaps laten zien. Ik maak deze video eigenlijk elk jaar. En elk jaar vindt Koen het eigenlijk zo leuk dat ik die video maakte. Hij belt me erom, hij appt me van wanneer komt die video dat je die nieuwe Icon Swaps gaat bespreken. Nou, dat is dus vandaag. Icon Swaps 1 is live en dat gaan we zo gelijk in de video laten zien. Ja, wat in mijn ogen de beste swaps is voor mij en voor jullie als kijkers. Vergeet even niet deze video nu te liken. Abonneer ook even op mijn kanaal. 113.000 abonnees, doe het nu. Speel jij net zoals ik ook FIFA 22 en wil jij korting op de officiële FIFA punten of andere giftcards? Ga dan nu snel naar de link in mijn omschrijving en koop jouw codes bij Start Select. En maak het nog mooier door mijn naam Pasky te gebruiken voor extra korting op je aankoop. Goed, dames en heren, jongens en meisjes. Joch, hij zit hier in zijn kamer. We hebben wat dingen veranderd. Eén is, ja, dat is eigenlijk maar één ding. Ik heb dus nu die Philips Hue lampen. H-U-E, Hue. En dat is best wel cool, want dat betekent dat we nu ook verschillende kleurtjes kunnen doen. We kunnen bijvoorbeeld dit doen. Of we gaan terug en we drukken dan op Tokyo. Is Tokyo, is dit een leuke kleur? Tokyo. Ja, we kunnen een beetje wisselen. Of Fairfax. Ik heb geen idee wat Fairfax is, maar blijkbaar kan je zo ook verschillende kleurtjes nemen. Maar goed, voor vandaag houden we het gewoon even lekker simpel. Of zullen we eentje kleurtje doen bij de boeken hier? Kijk, ga ik naar boeken. Doe ik een kleurtje. Aangezien Vitesse vandaag speelt, doen we geel, wou ik zeggen. Maar ja, daar zie je dus niks van. Oké, blauw het is. Dan moet die ander eigenlijk iets vuller. Oh, ik moet hier even aan wennen. Zo, maar oké, zo is prima. Ik weet het ook allemaal niet. Het zal allemaal wel. In ieder geval, ik kan nu dus verschillende kleurtjes doen. En dat is op zich grappig. Wat we dus gaan doen nu in deze video, is die Icon Swaps bijpakken. We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon pakken. Ik heb trouwens nog helemaal geen rivals gespeeld. Morgen. En die rivals rewards. Maar goed, dat was dat. We gaan nu kijken wat de Icon Swaps zijn. Ik heb geen idee wie het zijn. Ze zijn nu online, dus laten we gewoon gelijk gaan kijken. Ik hoop eigenlijk voor jullie als kijkers dat je een keer niet voor zo'n token hoeft te gaan. Dat je een random speler krijgt. Maar oké, dit zijn ze. We zien ze in beeld. Dit zijn de pakketten die je volgens mij vorig jaar ook al kreeg. En dat jaar daarvoor ook al. Ik weet alleen niet waarom die leenspeler Hernandez erbij staat. Krijg je die er dan gewoon bij? Oké. Eigenlijk, volgens mij is dat menu niet goed. Nu zie ik zo'n Liga Santander ding hier. Net als Hernandez hier. Oké, maar het zal allemaal. Oké. Dit zijn in ieder geval leuke pakketten. Dit vind ik in ieder geval leuke pakketten. Ik weet alleen niet of ze zo goed zijn dit jaar. Dus ik heb het idee dat 100k pakketten, 125k pakketten gewoon minder zijn dit jaar. Ik weet niet waarom, maar nou, trouwens, ik weet wel waarom. Dat komt gewoon dat ik geen kut eruit pak. Grote kans dat je hier gewoon heel veel leuke spelers uit krijgt die gewoon goed zijn voor SBC's. Dus een nice for the good for zo noem ik dat dan maar. Dat je gewoon iemand hebt zoals een Kane als beste, Oblak, Lloris. Allemaal dat soort speetjes die zitten hier vaak in. Ja, echte toppers ga je er niet uit krijgen. Dus het is meer SBC fodder. Maar goed, deze bij elkaar. Ben je hoeveel tokens kwijt? Voor deze 2, voor deze 3, voor deze 5. Dus 5, 3, 2 is 10 tokens. Casillas, vette doelman. Dit is zijn baby of mid? Twijfel even, ik ga het even opzoeken. Ja, dit is inderdaad zijn mid. 89 Casillas, heel vet. Ja, goeie kaart. En ja, 1,85 zal hij dan heel goed zijn als doelman in dit spel. Ik weet niet, positionering en de reflectietijd draait het wel, maar ja. Ik zou hier niet voor gaan. Kost wel 6 tokens maar. Dus op zich, ja, heb je wel een vette doelman. Ja, op zich 6 tokens voor een perfecte doelman. Ja, ik heb die Piqué bijvoorbeeld achterin. Dat is wel ideaal. Oké, dan gaan we naar de volgende pagina. Rio Ferdinand. Ja, dit blijft toch een aparte kaart. 7 tokens. Het rare is, iedereen gebruikt altijd zijn baby en zijn prime. Maar niet zijn mid. En waarom eigenlijk, dat weet niemand. Ik kan het zo niet zo goed uitleggen. Maar die kaart voelt gewoon ook inderdaad minder goed aan. Als we naar de prijzen kijken. Deze kaart kost 355k. 650k kost de baby in zijn prime. Ja, dat is echt een tank. Maar waarom deze kaart dan niet goed is? Want qua snelheid valt het best mee. 80 pace. Dat is beter dan een blank. En die is veel duurder. Ja, wat is het dan? Ik heb geen idee waar het hem in zit. Wat heeft zijn baby dan veel beter? Ja, ik weet het ook niet. Zijn dribbeling is beter dan... Raar. Echt raar waarom die baby zoveel beter is voor je gevoel. Maar misschien is die dit jaar goed, deze kaart. Ik weet het niet. Misschien, ik zou het een keer moeten testen. Oké. Standaard of mid icon pakket. Dat is dus eigenlijk die SPC die ik van de week heb gedaan. Kost 8 tokens. Mark Overmars. Ja, nou heel eerlijk, daar zou ik helemaal niet voor gaan. Waarom zit die voor mijn gevoel zit deze kaarten elk jaar in? En nee, ze doen altijd zijn moment kaart. Doen ze op een gegeven moment altijd erin. Maar in ieder geval altijd weer Mark Overmars. Ja, heel eerlijk, hier moet je echt niet voor gaan. Wat wel grappig is, ik zie het nu. Ja, dit is gewoon zijn prime. Prime Overmars. Op zich denk ik nog wel een goed kaartje dit jaar. Maar nou, ik zou er gewoon niet voor gaan. Wel grappig dat hij dus nog niet op de
Transformers, maar wel hier te verkrijgen. Dus dat is de eerste Prime icon die je kan gebruiken. Mid icon pakket, 10 tokens. Zou ik eerder doen dan deze, maar allebei niet echt. Ja, dat is een wow. Marcel Dessie, oeh, dit is wel een leuk kaartje. 11 tokens, ja, dit is wel een grappige kaart. En dan helemaal als centerback. Je hebt natuurlijk al die meme met Matteo centerback en CDM Dessie. Iedereen zegt altijd, die twee moet je swappen. En dat klopt ook inderdaad. Die Matteus is eigenlijk een ideale CM en Dessie is een ideale verdediger. Dus ja, dit is op zich geen slechte kaart. Al helemaal niet als jij hem als centerback gaat gebruiken. Centraal achterin is die denk ik echt top. Ik wilde hem laatst dus al kopen. Ik wilde dus Vieira verkopen en Dessie en Matteus halen. Ja. Dat is op zich wel een goed kaartje, maar 11 tokens, ja. Del Piero, die zie ik eigenlijk bijna niet meer voorbij komen. Deze kaart was echt een paar jaar geleden de kaart die iedereen gebruikte. Dan had je gewoon Neymar, Ronaldo en Messi. En dan kwam ook nog eens Del Piero altijd als vierde aanvaller vaak erbij. Maar ja, deze kaart, je ziet hem eigenlijk bijna niet meer dit jaar. Hoe duur is die eigenlijk? Kost 650 kaart. Het is wel echt een goede kaart. 4 sterren skill moves, 5 sterren weak foot. Ja, ja, je hebt wel gewoon een hele goede aanvaller voor het rest van het seizoen. Maar ja, laat straks wel weten of het er waard is. Mid icon pakket, 13 tokens. Het enige voordeel van deze is dat hij minimaal 89 plus is. Ja, daar komen wel echt veel betere icons natuurlijk uit. Alleen, ja, je kan alsnog slechte hieruit krijgen. Je hebt heel veel 89 plussers die je gewoon echt liever niet wilt hebben. Maar goed, kans op een gullet is wel hoger. Standaard of mid icon spelerskeuze. Dit vind ik wel leuk. Ruil 14 icon wissels in om één van de twee standaard of mid icons. Dus je ziet dan twee kaarten. En dan mag je eentje kiezen. Het is een baby icon of mid. Ik vind dit, ik vind deze best wel, best wel duur dan. 14 tokens voor een keuze uit 2, als ik het zo goed lees. Nou, deze zou niet in eerste instantie mijn aandacht krijgen. Dit is zo'n Brotta. Dit is een prime. Oh, dit is de volgende prime kaart. Ja, nou, ik zou echt niet voor een rechtsback gaan, met alle respect. Het is echt een goede kaart, al jaren. In mijn ogen bijna de beste rechtsback. Misschien wel de beste rechtsback, omdat hij ook nog goed kan voetballen. Kan nog aardig pasen. Ja, dit is van alles kunnen, maar ja, zou ik niet voor gaan. 14 tokens. Mid of prime icon pakket. 16 tokens. Zijn we dan al bijna? Dit zijn volgens mij de laatste. Ja, als ik dan deze zie met deze. Deze kost namelijk maar 1 meer. Maar je hebt wel een keuze uit 2 spelers. Ruil 17 icon swaps in om 1 van de 2 standaard of mid prime. Deze is natuurlijk wel, ja, volgens mij kreeg ik uit zo'n pakket toen ook vorig jaar met Ronaldo. Gewoon R9 als spelerskeuzepakket. Maar toen waren het er 3 en niet 2. En als laatste Wayne Rooney, ja. Leuke kaart Rooney, maar is ook niet vergaan dit jaar. Door zijn skill moves en weak foot en zo, ja. Vooral zijn skill moves is volgens mij 3 dan. Ja, weak foot is nog 4, is prima. Maar skill moves, ja. Dit is wel echt heel nadeel. 3 sterren skill moves, 4 sterren ook ben. Ja, daar kan je eigenlijk heel weinig mee. Dus deze zou ik sowieso niet doen. Als ik mijn voorkeur nu naar alle swaps zou moeten geven, ik roep gewoon ja of nee. Ik kan weer hele verhalen bij elkaar halen, maar nou, ja, deze 3 sowieso. Casillas ook, ja, voor 6 tokens zeker. Ja, deze op zich ook wel, maar ja, ik weet niet of die gewoon goed is, Ferdinand, dit jaar. Lastig. Standard of mid-icon pakket, ik denk het niet. Overmars ook niet. Mid-icon pakket, ja, zou nog kunnen. Eerder die dan deze. Dessai, zeker, ja. Del Piero ook, kan ook. Mid-icon pakket, 89%. Plus, ja, waarom niet? Standaard of mid-icon spelerskeuze zou ik niet doen. Zou ik eerder voor die duurste gaan, deze. Want deze kost 17 tokens en deze 14. Ja, kan je wel natuurlijk weer anders combineren. Kan je nog iets anders erbij doen. Sambrotta zeker niet. Deze dan ook niet. Wayne Rooney ook niet. Dus deze zou ik dan eerder doen. Ik ga even kijken wat de mensen bij FUTBIN zeggen. Dat vind ik altijd wel leuk. Daar kan je het een beetje aan herleiden wat de meeste mensen zullen gaan doen. Hier zie je alle tokens en de beoordeling. Kijk, 96%. 93%, 88%. Hier, Casillas 68%. Dat zei ik dus ook. Dus laten we zeggen, boven de 50% is dat je hem zou kunnen doen. Base of mid icon pack. Ja, natuurlijk kan je hem doen, maar oké. Okay. Ferdinand 90%. Zie je? Die vindt hem goed. Marcel Dessie ook 80%. Ze zijn positief. Mid icon pakket 74%. Kijk, Overmars. Zie je? Die moet je echt sowieso niet doen. Deze wel natuurlijk. Del Piero, ja, ook. Deze
ja, 50-50. Maar dat komt meer omdat je op een gegeven moment dan zo hoog is dat je beter voor anderen kan gaan. Zo'n Brota, zo, 80% zegt van wel. Ja, ik zou gewoon niet voor een rechtsback gaan. Maar ja, dat is meer mijn mening. Base of mid icon pack. Ja, nou ja, dat zou ik dus inderdaad niet doen als je daar al bijna bent. Rooney al helemaal niet. En base of mid prime icon player pick. 17% maar. Oeh. Nou ja, kijk, je hebt wel een keuze uit twee spelers. Maar ik snap wel dat mensen misschien zeggen van ja, kijk, dan ben je 17 tokens kwijt. Ik denk dat je er weer 18 of 20 kan verdienen. Ja, lastig. Als ik dan moet kiezen, volgens mij kan je dan 18 tokens bij elkaar behalen. Ja, ik denk toch dat ik voor deze ga. Omdat ik gewoon, ja, ja een keuze wil. Maar ja, lastig. Anders zou ik denk ik voor misschien wel deze gaan. Een mid icon plus. En dan heb je nog 5 tokens over. Dan kan je nog deze bijvoorbeeld doen. Die 180 plus. Laat even weten wat jullie gaan doen, dames en heren. Ik ben nu ook benieuwd. Ik vind het een lastige keuze. Ik snap al aan de kant die negatieve damage bij die duurste. Want je krijgt maar 2 spelers. Vorig jaar was het 3. Maar ja, je hebt wel een keuze uit 2 icons. Dat is wel een verschil. Laat even weten welke combinatie jullie gaan doen in de reacties. Dus zeg even, ik ga bijvoorbeeld voor mid icon pack plus 5 van die 83 plussers. Of ja, laat even weten. Ik ben benieuwd. Misschien ga ik een keer goed luisteren naar jullie. Dat is wel een goed plan. Vergeet niet deze video te liken, jongens. Abonneer en dan zien we elkaar snel. Ciao, ciao. Bye, bye.